We hebben lekker verse vis voor de meeuwen. Dus die krijgen nog even lekker een extra hapje. Komende zondag zet Vogelasiel De Paddenstoel de deuren van het oude pand open voor het publiek. Er zijn plannen voor een nieuwe opvang en ze hopen dat het de laatste open dag op deze plek is. Ja, eigenlijk wel. Ja. Het is natuurlijk, qua locatie is het prachtig. Je zit midden in het bos. Alleen we merken eigenlijk gewoon in alles, bij alle werkzaamheden, dat het pand gewoon een vervanging toe is. Kun je wat noemen? Wat gaat er mis hier? Overstroomde bassins, lekkende leidingen, een vloer die lastig schoon te houden is, kastjes die naar beneden vallen, eigenlijk van alles. Dus we zijn er echt aan toe. Ja. Nou, we hebben hier onze bergeentjes. Ik zal voorzichtig even de deur open doen. We kunnen even goed kijken. Het zijn allemaal jonkies. De ouders zijn hier aangereden op de weg. En op die manier zijn ze hier gekomen. We zijn op zoek naar vrijwilligers. Vooral in de avond- en in de weekenduren. Dus mocht iemand nou denken, hè, ik heb nog wat tijd over, stuur even een mailtje, bel even of laat je gegevens achter. En dan nemen we contact met je op, want we zitten echt te springen om hulp. Het is heel dankbaar. Je ziet elke keer weer dat vogels toch weer helemaal opknappen en weer terug het wild in kunnen. En gewoon hun eigen leven weer kunnen leiden. En daar help jij bij om het zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Open dag. Ja. Iedereen is natuurlijk welkom, maar het zou wel mooi zijn als mensen wat meenamen, hè? Zeker, ja, zeker. We zitten altijd te springen om verschillende soorten spullen. Hondenbrokken, kattenbrokken, kattennatvlees, hè, hondennatvlees uit blik. Kranten, handdoeken, lakens. Dat zijn eigenlijk altijd spullen die we heel veel gebruiken en waar we heel blij mee zijn. Ja.